In de zomer van 2011 is het hoogste punt van de nieuwbouw van het Erasmus MC bereikt. Sinds het heien van de eerste palen in 2009 heeft de eerste fase van de nieuwbouw, bouwdeel Oost, gestaag haar vorm gekregen. Dit bouwdeel beslaat ruwweg de helft van het totaal van de nieuwbouw van het Erasmus MC. We gaan nu beginnen. Met een feest voor de medewerkers en de buurt is in september 2009 symbolisch de eerste paal geslagen, gevolgd door de eerste echte heipaal en de grondwerkzaamheden voor bouwdeel Oost. Gigantische hijskranen verrijzen op het terrein. Vrachtwagens met cement voor het storten van de fundering rijden af en aan. De liftkernen en trappenhuizen worden zichtbaar. Veiligheid en efficiëntie zijn van groot belang om het Erasmus MC zo ongehinderd mogelijk te laten functioneren. Er wordt gebouwd op de postzegel. Om binnen deze ruimte zo veilig, snel en comfortabel mogelijk te werken, is voor de bouw van de Hoge Toren gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkeld bouwconcept, de hijsloos. Deze unieke en innovatieve methode maakt het mogelijk dat elke week de ruwbouw van één etage wordt afgerond. De hijsloods is een overdekte en volledig ingerichte bouwplaats met ingebouwde hijsinstallatie op de bovenste etage die zichzelf, na het voltooien van een etage, omhoog duwt naar de volgende te bouwen etage. De lage toren groeit verder om later weer door de hoge toren te worden ingehaald. Talloze gevel- en vloerdelen worden kant-en-klaar aangevoerd en geplaatst. Voor de hoofdingang worden enorme spanten aangevoerd, waarna de bouw van de entreehal kan beginnen. De eerste verbinding tussen de nieuwbouw en de faculteit wordt gerealiseerd door de plaatsing van een loopbrug op niveau 8. Ramen, kamertjes, trappen, loopbruggen. Door gebruik te maken van verschillende geveldelen krijgt het gebouw een stedelijk aanzien en vormen ze als het ware een nieuwe stadswijk. De medische stad in de stad. In de nieuwe kantoortoren is onder andere het thema gezondheidswetenschappen gehuisvest. In de lagere toren komen de laboratoria en de apotheek. Het centrale deel zal de nieuwe hoofdingang gaan vormen, omringd door behandel- en verblijfsafdelingen. In de zomer van 2011 is het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt en is de skyline van Rotterdam een markering rijker. Begin 2013 wordt bouwdeel Oost in gebruik genomen. De realisatie van bouwdeel West gaat begin 2012 van start. Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben tot aan de gehele ingebruikname van de nieuwbouw in 2017, vinden we dat we al een heel eind op de goede weg zijn. Rotterdam wordt zichtbaar beter.